Amen. Genade kocht mij vrij. We gaan, voor degenen die het nog niet weten, het eerste gedeelte hebben we altijd, zijn we met handelingen bezig. Gaan we nu weer mee verder. Ik ben even bezig met een overzicht, want we hebben een tijd geleden tot en met handelingen 11 hebben 11 behandeld. En er zijn een aantal maanden tussen geweest en nu gaan we weer verder. Maar ik ben even, om het weer een beetje op te frissen, om er weer een beetje in te komen, een overzicht aan het geven in vogelvlucht een beetje, de hoofdstukken. En in het tweede gedeelte straks na de pauze, dan gaan we verder met het onderwerp over het lijden in dit leven. En waardoor dat komt en hoe Paulus daar ons de vertroostende woorden in geeft. Ja, omdat we weten dat het lijden in dit leven is en er zijn verschillende oorzaken voor. Maar wij hebben Gods woord en dat kan ons helpen in al die situaties. Maar nu gaan we met handelingen. En ik heb vorige keer hebben we een beetje behandeld, hoofdstuk 1 tot en met 7. We hebben dus gezien, ik heb het hier nog even opgeschreven. Hier zien we de kruisiging van de Heer Jezus. Ja, en we weten met handelingen 2 wordt bekering aangeboden. We hebben ook gezien dat Israël, veel mensen denken, en daarom zijn de Joden ook zo vervolgd door alle eeuwen heen, dat Israël bij het kruis gevallen is, hè. En wij weten dat dat niet zo is. Als dat zo was, was gelijk het oordeel van God gekomen. Dan was gelijk de Heer Jezus naar de aarde gekomen om te oordelen. Ja, het is niet gebeurd. Het is nog steeds niet gebeurd. Dat komt omdat met handelingen 2 zien we het Pinksteren, wordt Israël bekering aangeboden. En ze krijgen de kans om zich te bekeren. De Heer Jezus zegt, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze krijgen dus nog dat jaar de tijd, dat hebben we ook gezien vanuit Lucas, de tijd om zich daarvan te bekeren. We weten ook dat dat als volk, als geheel niet gebeurd is. Individuele Joden hebben geloofd. Denk aan de diakenen, denk aan Barnabas, noem al die namen, Maria, noem ze allemaal maar op. Ja, Petrus, de apostelen. En met Pinksteren waren het 3000, later 5000. Dus zijn er al heel wat tot geloof gekomen. Maar niet het hele volk heeft zich bekeerd, dat weten we. Dus met handelingen 7 zien we ook dat Stefanus is gestenigd. Is gestenigd. En ze hebben toen de zonde tegen de Heilige Geest begaan. We weten dat wij dat als leden van het lichaam van Christus kunnen die zonde niet begaan. Dat heeft niets met ons te maken. Het heeft alles met het volk Israël te maken toen de tijd. Toen is Israël bij Stefanus is gevallen. Ja? En de struikeling, Israël is gestruikeld. Laten we even gaan naar Romeinen 11 kijken. Zodat we dat nog een keer even goed begrijpen. Romeinen 11. Ik heb ook, ik heb het hier, op internet heb ik dat ook staan, dit schema over de struikeling, de val en de vermindering van Israël in het boek Handelingen. Misschien een beetje schematisch, maar als je de tekst erbij zoekt en dit in het achterhoofd, dan ga je begrijpen hoe het boek Handelingen in elkaar zit. Want het is zo cruciaal dat we dat gaan begrijpen, omdat heel veel mensen halen al hun leringen vaak uit het boek Handelingen. Ja, Paulus heeft ook gedoopt, Paulus heeft genezen, Paulus heeft tongen gedaan en noem het allemaal maar op. Ja, heel veel dingen. Dus wij ook nu. En we zien het boek Handelingen geschreven om te laten zien dat God gestopt is met het volk Israël en met het lichaam van Christus is verder gegaan. En in die tijd leven wij. En daar gaat het boek over. En er gebeuren daar soms dingen die toen wel gebeurden, maar die nu tijdens deze bedenkende genade gewoon niet aan de orde zijn. Die straks alweer terug gaan komen. Maar zolang wij leven in deze tijd genade, is dat niet zo. Maar het boek Handelingen is een overgangsboek, zeg maar. Van het volk is dat God met het volk Israël bezig was, is hij nu bezig met het lichaam van Christus. Waar een Jood en Heiden zitten op een gelijk niveau zonder verschil. Nou oké, dus bij Stefanus is Israël gevallen, dus Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door een val is de zaligheid de Heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus we zien, de zaligheid is nu naar de heidenen gegaan. En wie denkt er aan de Heer Jezus? Wat zei hij tegen, ik dacht de Samaritaanse vrouw? De zaligheid is waar? Uit de Joden. Ja? Wat zien we hier staan? De zaligheid is niet meer bij de Joden, maar nu bij de heidenen geworden. Dit moet je er eigenlijk bij lezen. Johannes 4 vers 22 schrijft erbij. De zaligheid was altijd uit de Joden, uit het volk Israël. Is nu niet zo. Kijk maar naar nu in de wereld. Dan zie je, de zaligheid komt niet uit Israël vandaan. Nee, want God is nu niet met één volk als Israël bezig, maar is nu het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus staat voor het grootste deelte, bestaat uit heidenen. Dus wil je weten hoe je gered moet worden, dan moet je nu bij het lichaam van Christus zijn.
Nou, bij de heidenen, zegt Paulus. Ja, maar in het lichaam van Christus zitten natuurlijk ook Joden. Maar God ziet het geheel nu. Uiteindelijk is iedereen die niet gelooft, is gewoon zonder God. Ja? En in het lichaam van Christus zijn we met God en is geen verschil tussen Jood en heiden. Nou, dat is nu het punt. Dus Israël is hier niet bij het kruis gevallen. Ze hebben bekering gekregen voor een jaar. Maar bij Stefanus zijn ze gevallen. Dat is de situatie. Toen is de val gekomen. En wat had er toen moeten gebeuren? Als God zijn enige geboren zoon geeft aan de wereld. Ja, en ze kruisigen hem. Oh fijn, en dan krijg je nog een jaar bekering. En daarna neemt men het nog niet aan. Wat gebeurt, zou er dan moeten gebeuren? Dan zou de dag des Heren moeten komen. Het oordeel over deze wereld. Normaal gesproken was dat ook zo. Maar wij weten, God heeft nog een verborgen plan. En daarom is dat niet gebeurd. En dat gaan we zo meteen ook zien. Dan weten we dat God zijn toren nog steeds achterhoudt. Anders was dat al lang gekomen. Het heeft alles te maken met waar we nu mee bezig zijn in Handelingen. Dus ga met mij mee naar Handelingen 8. Dan zien wij bij Stefanus. Hij is gestenigd. En wat gebeurt er? Hij zegt, jullie hebben gezondigd tegen de Heilige Geest. En dan ontstaat er een grote vervolging. Handelingen 8. En dan komt Saulus op het toneel. En dan zien we staan in Handelingen 8 vers 1. Saulus had mede en welbehagen aan zijn dood. En er werd die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. Let op, de gemeente in de Bijbel is niet altijd hetzelfde. Als men het woord gemeente denkt, denkt men altijd, nou, zoals wij. Maar wij zijn het lichaam van Christus. Jood en heiden is geen verschil. Dit was de koninkrijksgemeente. Dit is het koninkrijksgemeente die met Handelingen 2 gevormd werd, ja? Of eigenlijk waarna toegevoegd werd. Mensen kwamen tot geloof, Joden. Ja? Klaar om het koninkrijk in te gaan als de Heer Jezus terugkomt. Nou, die gemeente zien we, die werd vervolgd. Die was te Jeruzalem en ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dus er komt een grote vervolging. Voorheen zien we, wie werd er toen vervolgd? De 12 apostelen vooral. Nu zien wij, dus na de stening van Stefanus, zien we dat er een grote vervolging tegen de gemeente uitbreekt. En nu zie je dat ze vluchten. Behalve de 12 apostelen. En waarom? Weten we. Ik heb het hier even opgeschreven. De grote opdracht was voor het volk Israël. Eerst ga Jeruzalem bekeren. Dan, hè, dus Jeruzalem. Dan naar Judea. Dat is naar het zuiden. Dan Samaria, naar het noorden. En dan ga je de wereld in. Dus voordat je naar de heidenen gaat, moet eerst Jeruzalem bekeerd, dan Judea en Samaria. En de apostelen wisten dat. Dat was hun opdracht. En dus die bleven te Jeruzalem. Dat zien we hier staan, duidelijk. Nou, dan gaan we naar vers 4. Zij dan, die nu verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Nou, wat zien we hier nou gebeuren? De 12 apostelen, die blijven in Jeruzalem, maar de rest gaat, wat staat daar? Of Filippus, die gaat waar naartoe? Die gaat naar Samaria. Dus ten eerste zien we Jeruzalem, daar gaat hij weg, maar hij gaat niet naar Judea, naar Samaria. En dan zeggen we, hé, dat klopt niet iets. En het heeft alles te maken dat God is hier op de achtergrond aan het regisseren, ja. Uiteindelijk is hij bezig om te laten zien, vooral aan Israël, zo meteen aan Petrus, want die moet het weten als leider van de 12 apostelen, dat er een verandering is opgetreden. Want niemand weet nog, met Handelingen 7 eigenlijk, dat Israël door die steniging, ja, dat God gestopt is en dat hij nu Paulus gaat roepen. Die gaat nu de gemeente wel vervolgen en die weet ook nog van niks. Maar niet veel later, dan wordt hij bekeerd en dan wordt hij geroepen door de Heer Jezus Christus. Maar we zien in vers 5 en ook in vers 15, kijk wat er staat. Dus dat is Filippus, dus die gaat nu naar Samaria. Dus als we kijken wat het plan van God was, dan zien we dat hij afwijkt. Hij gaat eigenlijk, zo zouden wij kunnen zeggen, eigenlijk op eigen houtje. En dat klopt natuurlijk niet. Maar het is niet op eigen houtje. Het is God die dat allemaal zo bestuurt op de achtergrond. Want in vers 15 zien we ook dat, in vers 14, toen de apostelen, kijk, die waren nog te Jeruzalem, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde, baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten.
In vers 17 zie je dat ze de hand oplegden en de Heilige Geest ontvingen. Dus je ziet die twee dingen eigenlijk afwijken. Ten eerste dat Filippus, die slaat Judea over, gaat naar Samaria. Nou, dat klopt niet, die is niet volgens het woord van God. En ten tweede zie je dat ze geloofden, maar ze hadden nog niet de Heilige Geest niet ontvangen. Dat is ook vreemd. Want met Pinksteren was het, bekeert u, laat u dopen en tot vergeving de zonde. Hij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus wat zien wij hier? We zien hier een afwijking van het programma van God. En dat is heel bewust zo, doet God dat. Hij is het op de achtergrond aan het regisseren. Nou, en dan zien we, ik ga daar niet allemaal te diep op in, dan komen we uiteindelijk bij hoofdstuk 9 aan. En dan zien we de bekering van de apostel Paulus. En dan gaan we zo meteen later ook begrijpen, want dan gaat God Petrus sturen naar de hoofdman, de Cornelius. Dat heeft daar ook weer mee te maken, want hij moet het begrijpen dat Paulus een apostel is met een ander programma. Maar voordat we daar komen, gaan we nu naar Handelingen 9. Denk aan de volger die ik net zei. Jeruzalem, Judea, Samaria. Dus voordat wij heiden aan de beurt komen, de wereld, moet eerst, je zou kunnen zeggen, het Verenigd Koninkrijk van Israël ontstaan. Dus dat Judea, Jeruzalem, Samaria weer één land wordt. Niet meer in tweeën. Nou, Handelingen 9, dan weten we, Paulus wordt bekeerd. Ja? Hij wordt geroepen. En wat zien wij in vers 15? Wat zegt de Heer Jezus dan tegen hem? In vers 15, de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Nou, wat valt hierop? Dat we zien hier de volgorde. Paulus is een uitverkoren vat om zijn naam van Christus te dragen voor wie? De heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. En volgens het programma van God met Israël is het waarom, die vrouw weet wel, die zegt, mijn dochter is deerlijk bezeten. En dan zegt hij niks tegen haar. En dan zeggen de discipelen, Heer, doe er wat, waarom zegt u niks? Hij zegt, nee, het is niet betamelijk om eerst aan de hondjes het eten te geven. Ja, eerst moeten de kinderen Israëls verzadigd worden. Hij zegt, ga eerst naar de verloren schapen van het huis Israëls. En daarna komen pas de heidenen. Nu zie je dat Paulus, die precies andersom, zien van, hey, die gaat nu naar de heidenen toe. En de Israël, de koningen en de kinderen, de Israëls, die komen op de laatste plaats. Nou, daar zie je alweer aan dat het Paulus een heel apart instrument in de handen van God wordt. En dat heeft alles te maken met wat hij voor deze wereld van plan is. En dan wil ik nu even met jullie naar Handelingen of Romeinen 11 hiermee. Romeinen 11. We hebben net vers 11 gelezen. Nou, de zaligheid is aan de heidenen geworden. Dat is wat Paulus schrijft. Maar wat zien we dan in vers 12? Indien hun val, de val van Israël, de rijkdom is der wereld, en hun vermindering, de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus nu is het zo, ten tijde van de Heer Jezus, en we weten ook straks na ons, God heeft een plan. En dat is dat mensen zalig worden. Ja, dat ze gered worden. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Daarom is Christus daarvoor. Ja, voor iedereen. Of door alle tijden heen. Dat is zijn plan. En we weten dat voor de aarde Israël het instrument in Gods handen is. Maar Israël is nu niet van betekenis. Dus hij zegt, ja, nu is hun val wel de rijkdom van de wereld en de rijkdom van de heidenen. Ja, Christus is de hoop der heerlijkheid. Wat is dat, de hoop der heerlijkheid? Dat Christus is nu in de heidenen, ja? Want Christus kwam natuurlijk wel voor het volk Israël. Hij werd vlees en hij kwam tot het zijne, tot zijn volk, ja? Maar nu is de rijkdom, Christus is nu bij de heidenen. En dat is de rijkdom voor hun. Ja? Maar let op, zometeen als Christus hun volheid, of als Israël in hun volheid is, als Israël zometeen in het koninkrijk is, en dan zullen zij de heidenen gaan leren. Dat is waar we dit regeltje, ja? Dat is voor zometeen in het koninkrijk, als Christus regeert. Dan zal Israël een zegen zijn voor de wereld. En dan zullen de heidenen, die zullen voor hun heil naar Israël toe moeten gaan. Maar nu zegt Paulus in vers 13, want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik de heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen
uit hen behouden mocht. Dus enige uit het volk. Niet het hele volk Israël. Maar enige uit hen. Daar gaat het nu om. En dan staat er in vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden. De heidenen vroeger. Ten tijde van de Heer Jezus. En straks na ons. Zal de heiden uitsluitend via het volk Israël eeuwig leven kunnen krijgen. De zaligheid is uit de Joden. Zij zijn het instrument. Nu krijgt een heiden het eeuwig leven zonder Israël. Ondanks Israël, zeg maar. Dat is wat hier staat. Want Israël is nu verworpen en dat is de verzoening van de wereld. Israël, we leven nu de tijd dat bij Paulus hier, of Israël is wel gevallen. En God heeft nu Israël verworpen. Dat wil zeggen, tijdelijk verworpen. Want dat is natuurlijk de fout die het grootste gedeelte van de leerlingen gemaakt wordt. Dat Israël bestaat niet meer. Wij zijn geestelijk Israël. Ja? De vervangingstheologie, kent het wel, wordt vergeestelijk. Maar Israël is niet voor altijd verworpen. God heeft zijn volk niet verstoten. Hè? Want kijk, het staat in vers 2. God heeft zijn volk niet verstoten. Iets verstoten, dat is heel wat anders. Hè? Je kent het wel als een dier een jong verstoot. Dan wordt hij eruit gegooid en wil er niks meer mee te maken hebben. Maar zo is bij God niet. Hij heeft ze verworpen. Let op, dat is een heel verschil. Maar er komt een tijd dat Israël dus weer aangenomen wordt. Dat ze zijn instrument zijn. Kijk, want het is tijdelijk. Als we kijken in vers 25, zegt Paulus ook. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid de tijden zal ingaan, heidenen zal ingegaan zijn. De tijd waarin wij nu leven, de bedeling der genade. Nou, we weten, er zijn Joden die tot geloof komen. Maar het is maar een heel klein gedeelte, de rest is verblind. Ja? Het is maar een klein gedeelte van Joden die de Heer Jezus aannemen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Het is een klein gedeelte, maar het is ook trouwens tijdelijk, ja. Want als wij zo meteen worden opgenomen door de Heere, dan zal zo meteen het plan van God met Israël verder gaan en dan zullen zij gaan regeren. Dus het is tijdelijk en het is voor een klein deel, totdat de volheid der heidenen zal ingaan zijn, dus als zij worden opgenomen bij de Heere. Dus let op, dat is een heel belangrijk punt, dat Israël is dan wel gevallen en verworpen, maar het is tijdelijk. Ja? En dat is helaas niet gezien door de eeuw heen. En zijn de Joden natuurlijk, nou, tot op de dag van vandaag, zijn ze natuurlijk te alle tijden vervolgd geweest. Zij hebben de Zoon van God vermoord, ja. En ze hebben gewoon geen betekenis meer, want de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Verre, verre van dat leren wij. Goed, dus als we teruggaan naar handelingen. Dus wat zien wij? Wat wij in het boek Handelingen zien, hè. Als je kijkt naar het boek Handelingen. In feite heb je zeg maar drie standpunten, drie leerlingen daaromtrend. Als we praten over wanneer begon de kerk, zoals men zegt. Of wij zeggen wanneer begon het lichaam van Christus. Of wanneer is de bedeling der genade begonnen. Maar goed, wanneer begon de kerk of het lichaam van Christus? De meeste mensen zeggen bij Pinksteren. Ja, dat is Handelingen 2. Wij behoren bij de groep die volgen Paulus. Die zeggen ja, net het lichaam van Christus is bij Paulus begonnen. En dan heb je nog een leerling die zegt, die is pas aan het eind van Handelingen. Boekhandelingen. Het is allemaal heel makkelijk uit de Bijbel op te maken. Wij maken het vaak moeilijk, ja. Maar er is een eenvoudigheid in Christus, zoals Paulus dat zegt. En we moeten het ook daarom eenvoudig houden. En dan kunnen we het ook allemaal gewoon begrijpen. En het is eenvoudig. Als we maar volgens de lijnen van God die Hij heeft uitgezet, als we zo gaan denken. Dus als we kijken bijvoorbeeld naar Handelingen 2, zou dan het lichaam van Christus begonnen kunnen zijn? Nou, ga even met mij naar Handelingen 2 terug. En ja, we hebben het wel vaker gehoord, maar het is toch belangrijk dat we het toch goed zien. Is Handelingen 2 dat Petrus hun oproept zich te bekeren, ja, en zich te laten dopen, is dat het begin van iets? Het is geen begin van iets. Want kijk, in Handelingen 2 zegt Paulus in vers, of Petrus in vers 16, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen. Zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, enzovoort, enzovoort. Dus we zien hier, het zal zijn, het is gesproken door de profeet Joël.
Nou, als u in die Bijbel terugbladert, hoeft niet hoor, maar dan gaat u heel lang terug naar het Oude Testament en dan ziet u dat het door Joël al geprofeteerd is in het Oude Testament. Dus het is niet iets wat nou opeens iets begint. Hij heeft gesproken over de Heilige Geest, die wordt uitgestort, maar het zal zijn in de laatste dagen. Dus dat betekent dat Pinksteren, hier spreken we, dat we dan in de laatste dagen zitten van dat programma wat God in het Oude Testament aan alle profeten heeft op laten schrijven. Dus het is eigenlijk een soort, ja, climax, een afsluiting van iets wat geprofiteerd is al die tijd. Dus het nadert zijn voltooiing, zo zou je het kunnen zeggen. Duizenden jaren tevoren is het al beloofd. Kijk maar in Handelingen 3, aan het eind. Dan zegt Petrus ook, in vers 21, over Christus, die is natuurlijk opgevaren. En dan zegt hij, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Dus de profeten hebben het al die tijd gesproken. En in vers 24, en ook al de profeten van Samuel aan die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Dus wat wij hier zien is, dat het is bekend, het is geprofeteerd, er is niets vreemds aan. De Heer Jezus heeft nog aanvullingen erop gegeven. Hij heeft ook veel over het koninkrijk gesproken. Hij heeft ook gelijkenissen gesproken. Hè, om ze meer inzicht te geven. En heeft nog aanvullingen gegeven. Maar het koninkrijk van God, dat op aarde zou komen, dat is vanaf de profeten altijd al geprofeteerd. En daarom zegt Petrus ook nu, dit is het. En Johannes de Doper zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het is zover. Het nadert nu zijn voltooiing. Hoe kan het nou dat wij nog steeds niet in dat koninkrijk dan zitten? Ik zie het nog steeds niet. Sommige mensen zeggen, ja, we zijn bezig in het koninkrijk van God. En of het is een geestelijk koninkrijk. Nee, Peter sprak heel duidelijk over een zichtbaar, letterlijk koninkrijk. En we weten, het is nog steeds niet gekomen. Nou, dus als wij zien in Handelingen 2. Ja, dan zien we ook dat daar zijn alleen maar Joden. En het is niet een begin van iets. Maar nou komen we bij Paulus in Handelingen 9. Nou, we hebben net gezien dat die volgorde is omgedraaid. En nu staan de heidenen. En Paulus gaat eerst naar de heidenen. Hij gaat naar de heidenen toe. Met een ander evangelie. En als we dan zien. Paulus is het voorbeeld, hè, voor ons, voor het lichaam van Christus. Hij is de eerste, de voornaamste, de zondaren. 1 Timotheus 1 vers 15 en 16. Tot een voorbeeld degene die zullen geloven. Paulus is tot bekering gekomen. Wat moest hij doen? En waarin is hij een voorbeeld van ons, zoals 1 Timotheus dat zegt? Geloven dat Christus stierf voor je zonden is opgestaan. Dat is het evangelie wat hij verkondigt. Dat is wat de Heer Jezus aan hem heeft geopenbaard. En dat is wat wij moeten geloven. Meer niet. Dus dat is heel anders als wat Petrus vertelde. En dat klopt. Want met de bekering van Paulus heeft de Heer Jezus een aantal dingen tegen hem gezegd. En dat lees je in Handelingen 9. Dat hebben we nu één versje van gelezen. Maar als je verderop in de boek Handelingen kijkt, dan zie je dat de Heer Jezus nog meer dingen tegen hem heeft gezegd. En dan gaan we hele mooie dingen zien. Want vooral met het oog op het feit, wanneer is nou de kerk of het lichaam van Christus begonnen? Is dat in Handelingen 2 of bij Paulus of aan het eind van Handelingen? Ga met me mee dan even naar Handelingen 26. Wat de Heer Jezus tijdens de bekering van Paulus tegen hem zei. Handelingen 26. Vers 16. Wat zei hij daar tegen hem? Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar. Onthoud dit even. Om u te stellen tot een dienaar. En getuige der dingen beide die gij gezien hebt, en in de welke ik u nog zal verschijnen. Dus de Heer Jezus aan hem verschenen en hij zegt ook, ik zal nog aan jou een aantal keren meer komen te verschijnen. En ik stel je hier tot een dienaar. Dus dat wil zeggen, dus hij wordt op dat moment in dienst gesteld, ja? Iemand stellen tot een dienaar, dan wordt hij in dienst gesteld. Verlossen u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend. Dit is een verslag van wat Paulus tijdens zijn bekering hoorde van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei dus tegen hem en hem op dat moment, verlossen u van dit volk en van de heidenen, tot het welke ik u nu zend. Ik zend je nu naar de heidenen. Dus de bediening van Paulus is vanaf dat moment altijd geweest naar de heidenen.
En dan staat er in vers 18, en wat is de boodschap? Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God. Opdat zij vergevende zonden ontvangen en een erfdeel onder de heiligden door het geloof in mij. Puur door het geloof alleen in Christus. En als je deze teksten ziet, vergevende zonden, macht des Satans tot God, uit de duisternis tot licht, dan zie je het precies exact in Colossenzen staan. In een later brief. Dat is het evangelie wat Paulus van de Heer Jezus heeft opgedragen gekregen. Ze hoeven alleen maar te geloven in mij. Nou, wat is dat dan? Nou, wat Paulus heeft nooit anders verkondigd, dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Dat moeten ze geloven. En dat is de dienst die hij heeft gekregen op dat moment. Welke, hij zegt, ik zend u nu tot de heidenen. Er zijn namelijk mensen die beweren dat Paulus tijdens boekhandelingen, tot aan het eind van de boekhandelingen, hij ging altijd naar de Joden, maar ook met koninkrijksevangelie. Maar dat is absoluut niet waar. Paulus heeft nooit iets anders verkondigd als wat wij nu ook verkondigen. Het evangelie van Gods genade. En niet bekeer je, laat je dopen tot vergeving de zonde. Ga mee terug naar Handelingen 20, vers 24. Daar zien we het staan. Want Paulus is op weg naar Jeruzalem. Hij neemt afscheid van de ouderlingen te Efeze. Hij weet dat hij ze niet meer zal zien. Hij weet dat hij gevangen zal worden genomen. En dan neemt hij afscheid en dan zegt hij in vers 24. En hij blikt terug en hij kijkt vooruit. Hij zegt, ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Wanneer heeft hij die ontvangen? Dat hebben we net gelezen. Hij heeft de dienst van de Heer Jezus ontvangen. Ja? Dat was tijdens zijn bekering. En wat? Met het evangelie der genade Gods. Dat is het evangelie wat hij verkondigd heeft. En dat heeft Petrus nooit verkondigd. Het evangelie van Gods genade. Het geloof in Jezus Christus alleen. En dan ben je gered. En dan zie je, zijn loop met blijdschap mag volbrengen. Als je zegt, iets mag volbrengen. Hè? Nou, volbrengen in mijn ogen is dat je iets volmaakt, iets afmaakt. Volbrengen. De Heer Jezus zegt, het is volbracht. Wat is volbracht? Waarvoor hij gekomen was. Paulus zegt, ik heb een loop, die ga ik met blijdschap volbrengen. Wanneer heb je die loop gekregen, ja? Dat is natuurlijk een keer begonnen. En die loop is begonnen toen de Heer Jezus hem in dienst stelde. En Paulus zegt, die kijkt dus, dat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Dan kijkt hij dus naar de toekomst. Ik ga naar Jeruzalem en ik ben nog bezig met die loop en die ga ik afmaken. En zo hebben wij dus al die brieven van Paulus nu ook gekregen. En kijk met me mee dan naar 2 Timotheus 4. Dan zien wij de loop die hij volbracht heeft. 2 Timotheus 4 vers 7. 2 Timotheus 4 vers 7. En daar staat het. In vers 6 zegt hij, hij weet dat hij doodgaat. Ik word nu tot een drankoffer, vers 6, geofferd. En de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Zie je? Het zit erop. Paulus weet. Mijn bediening is ten einde. Ik word binnenkort. Ik ga sterven. Want ik word voor de leeuwen geworpen. Of op hoofd. Of wat dan ook. Maar in ieder geval gedood door de keizer. En hij zegt. Ik heb de loop geëindigd. Hij heeft in Handelingen 9. Heeft hij de dienst gekregen van de Heer Jezus. Om te verkondigen het evangelie der genade Gods. Daar is zijn loop begonnen. En dat gaat verder als Handeling 28. De brieven daarna die hij geschreven heeft. Maar de loop is zijn bediening. En die is geëindigd toen hij gedood werd. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat hij heeft de opdracht gekregen. Hij heeft nooit iets anders verkondigd. En als Paulus zegt, we zitten nou toch in Timotheus 1 bladzijde, 2 bladzijdjes terug. En 1 Timotheus 1 vers 15. Ik zei het net al, maar je kunt beter even lezen. 1 Timotheus 1 vers 15. Daar spreekt hij over zichzelf. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Paulus zegt, ik ben de voornaamste van de zondaren. Nou ja, goed, we weten, er zijn hele grote zondaren. Van de week, die man die dat deed, dat is ook een grote zondaar. Ja, die had echt in zijn hoofd om. Maar er zijn nog ergere zondaren in deze wereld. Ik zag gisteren ook iets over met Hitler. Dat was ook geen. Dat is ook een behoorlijke zondaar.
En er zijn mensen die hebben nog veel erger, die hebben het zelf gedaan en de vreselijkste dingen. Nog grotere zondaren. Maar Paulus zegt, ik ben de allergrootste zonde, de voornaamste, dat wil zeggen de voornaamste. Dus je kent het wel, je moet soms je naam invullen. Wat is je voornaam? Dat is je eerste naam. Ik heet Jan, stel maar. Mijn voornaam is Jan. Die staat altijd vooraan. En dus Paulus zegt, ik ben de eerste, ja, die aan het hoofd staat van de zondaren. Hij heeft de gemeente van God vervolgd. En hij was de leider van de opstand tegen de Heer Jezus Christus. En daar was hij de voornaamste van. De grootste der zondaren. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, daar heb je het weer. Ik ben de eerste, de voornaamste, de allergrootste zondaar. Ja. Daarom heeft God, is mijn barmhartigheid geschied, want in mij gaat hij al zijn langmoedigheid betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Nou, Paulus zegt dus hier, ik ben een voorbeeld. En Paulus is in Handelingen 9 verschenen. Met een ander evangelie. Hij is in de bediening gesteld door de Heer Jezus. Hij gaat daar zijn loop beginnen. Met het evangelie der genade Gods. Ja? En dan zie je, dan zegt hij, ik ben het voorbeeld tot van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is vanaf dat moment het voorbeeld van iedereen die na hem komt, die hetzelfde gelooft als wat hij verkondigd heeft. En met Paulus is de apostel die verkondigt dat Israël is gevallen. Er is geen verschil tussen Jood en Heiden. Ze zitten samen in één lichaam. En door het geloof in Jezus Christus ben je kind van God. Nou, en een ieder die dat gelooft, ja, die zit dan ook in het lichaam van Christus. Met andere woorden, Paulus, ja, wie is de eerste van het lichaam van Christus, kunnen we zeggen. Nou, dat is Paulus. En wie de laatste is, dat weet ik niet. Ja, want als de Heer nu komt, ja, degene die het laatst tot geloof gekomen is, dat is de laatste. Ja, en tussen die tijd zitten wij er allemaal in. En wij volgen in die zin dus daarom, wij volgen Paulus niet dat hij onze God is, maar omdat hij ons voorbeeld is van de allergrootste zondaar. Nou, oké, wij zijn ook allemaal zondaren. Alleen ik kijk in de spiegel en ik zeg, ik ben een nieuw schepsel. Nu. Maar Paulus leert mij dat wij zijn volmaakt in Christus. En dat moeten wij volgen. En hij is het voorbeeld hoe een zondaar, ja, door Gods genade bekrachtigd wordt en overwinning van de zonde in zijn vlees heeft. En daar hebben wij zijn brieven voor nodig. Dus een voorbeeld moet je volgen. Dus nu is Paulus ons voorbeeld. Dus gaan we terug naar Handelingen. Dus dat is belangrijk dat we dat gaan zien. Ja? Daarom dit overzicht eventjes. Ja? Dat met Paulus, de bekering van Paulus, is er echt een nieuwe tijd aangebroken. Niet alleen maar een nieuwe tijd en een andere apostel. Want waarom één apostel, als ze zeggen, ja, de 12 hebben gefaald. 12 alleen voor het volk Israël. En een één apostel, die zal het beter doen en die heeft dan de hele wereld. Ja? Nee, Paulus heeft een aparte bediening. Een ander evangelie. En Israël is tijdelijk gevallen. Maar let op, straks, als hij wordt opgenomen, gaat hij weer verder. Maar nu gaan we met dit evangelie van Gods genade verder en niet het koninkrijk. Goed, dus belangrijk is dus dat we dat zien. Nou, als we dan dit in het achterhoofd hebben, en ik sluit nu af, maar we zijn nog even in Handelingen 9, bij Handelingen 10, dan weten we de hoofdman Cornelius. En in die tussentijd gaat Petrus, als je kijkt, bij jullie staat het kopje er waarschijnlijk ook boven, in Handelingen 9, de opwekking van Dorcas, de genezing van Eneas. Petrus die gaat reizen en dat hebben we al een keer, die genezingen dat en die opwekking is niet voor niets, dat heeft een bepaalde bedoeling, maar dat hebben we ook uitgelegd, dat ga ik nu niet doen. Maar dan wordt Petrus door God gebruikt 3 keer. De eerste keer naar Eneas, dan naar Dorcas en dan komt hij bij Cornelius uit. En Cornelius was een heiden. En Petrus wordt door God naar de heiden Cornelius gestuurd. En niet zonder reden. En we weten allemaal het verhaal dat laken naar beneden komt. En dan moet hij eten. En wat zegt Petrus dan in 10 vers 14? Geenszins, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Dus God heeft iets gereinigd. Hij heeft het gereinigd.
En dat zijn de heidenen. En zie je dat Petrus dat echt niet weet. Dat laken komt drie keer naar beneden. En drie keer, Petrus volgens de wet zegt, nee, daar ga ik niet van. Dus hij had gelijk, volgens het woord had hij gelijk. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Maar God laat hem hierdoor juist zien dat er iets veranderd is. En dat de heidenen, dat het heil nu naar de heiden is gegaan. En dan zie je later ook, dan worden ze gedoopt. En misschien kunnen we nog even naar het eind zien. 10, vers. Zie je Petrus die gaat vertellen. En dan zie je uiteindelijk in vers 43. Dan geeft Petrus verslag. Deze geven getuigenis. Al de profeten, gaat over de Heer Jezus. Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. De Heilige Geest viel op hun. Ja, niet zoals bij ons. Wij hebben de Heilige Geest in ons. Ja, maar hij viel op ons. Net als met Pinksteren. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus gekomen waren, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort wordt. Maar ook, hè, dat ook de heidenen de Heilige Geest ontvangen, want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen, gelijk ook als wij. En de zielen worden ze gedoopt. Petrus denkt, hé, hij wou gaan vertellen, bekeer je, laat je dopen, want dat was het evangelie. Dat ging hij vertellen, wat hij verteld had al die tijd. En je ziet, God onderbreekt hem. En op dat moment wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan zien we dus die verandering. Want met Pinkster zie je, en dan is het evangelie, bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonde. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hier zie je, Petrus is nog aan het praten. Hij zegt vergeving der zonde. En hij kan zijn zin niet afmaken. En de Heilige Geest wordt uitgestort. En hij zegt, hé, dan raakt hij in de war. En ze zijn niet gedoopt. Zijn conclusie is natuurlijk van, nou ja, ze hebben de Heilige Geest ontvangen net zoals wij. Ja, dan moeten ze toch ook gedoopt worden, net zoals wij. Dus dat doet hij. Maar niet omdat hij het snapt. Dat wordt hier later, wordt dit voor hem heel belangrijke gebeurtenis. Maar dat gaan we de volgende keer zien, want dan wordt het te lang. Maar dan gebruikt God hem en dan wordt Petrus, als de leider van apostelen, is dan de man die Paulus herkent. Die zegt, hé, nu begrijp ik het. Toen begreep ik het niet. De heidenen ontvingen de Heilige Geest. Dat komt volgens ons programma helemaal niet. Eerst waren wij en dan kwamen pas de heidenen. En ze waren nog niet eens gedoopt. Maar dat had alles te maken dat God was op de achtergrond. Net zoals met je computer heb je ook een virusscanner die draait op de achtergrond. Ja? Nou, God was op de achtergrond bezig. En hij, de hand des Heren was met hen. Hij was aan het sturen. Zodat iedereen, vooral Israël en de apostelen, gingen begrijpen dat Paulus was een man door God geroepen. En dat ze hem zouden erkennen. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat de 12 apostelen met het hoofd Petrus, dat die hem zou erkennen. Ja, dat is belangrijk. En dat is aan de gang. Maar dat gaan we de volgende keer verder zien. Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid ook dat het woord ons duidelijk mag, ja, duidelijkheid mag geven, Vader. En als er dingen nieuw zijn, en misschien soms is het te veel, dat kan. Maar dat we het ook thuis op ons gemak doorlezen en het ook in het gebed brengen. En dat we verlicht mogen worden. Want het is zo belangrijk dat wij gaan zien wat u toen aan het doen was. En dat we ook begrijpen dat u nu met het lichaam van Christus bezig bent. En dat we ook daardoor weten hoe wij dat woord moeten lezen. Wat voor Israël is. Maar wat nu voor ons, voor deze tijd is, voor het lichaam van Christus. En dat zijn de brieven van Paulus. Vader, ik bid dat we daardoor ook dat licht mogen ontvangen. En ook daaruit zullen leven. En dan zullen we ook die blijdschap en vrede in het geloof hebben. En dat vraag ik van ieder van ons. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.